Een hele goede morgen, dames en heren. Welkom bij vandaagcrypto.nl. Ik ben Sergio en vandaag kom ik met een hele korte video over wat is voor mij, met geen advies, dus wat is voor mij eigenlijk de komende beweging of projectie van Bitcoin. We hadden al weken geleden over die bearish divergentie in een weekse grafiek. Ik weet dat het lastig is iedere keer op hetzelfde, ja, op een video moeten zeggen en nog herinneren eigenlijk. Maar die hebben we. Kijk, je kan nu wel met de software van TradingView dit maken. Kijk, we hadden hiervoor, dat is in het begin van het voorjaar. Ik ga even zo op play drukken en gaan jullie zien wat er mee gebeurt als bearish directionaliteit bevestigd is en wat zou nog gebeuren. Kijk, dat is allemaal gebeurd in het voorjaar, maar ja, natuurlijk, dat kan iedereen analyseren. Maar kijk maar, dat is in een weekse grafiek, hè? Kijk, eerste doorbraak, tweede doorbraak. Nou, dan krijg je die groene kaars waar we, kijk, deze groene kaars ben ik zie nu te wachten voor de komende volgende week of de week daarna. En daar zal ik helemaal eruit van de cryptomarkt gaan. Waarom? Kijk maar. Door dit. Prijs komt de EMA zoeken en daarna gaan we weer omhoog. Maar dat kan 2-3 weken, 4 weken duren. Ja, natuurlijk, dat kan. Maar ja, de rest is geschiedenis en we weten wel allemaal wat gebeurd was. Even kijken, laat mij niet stoppen. Oh wel, ja. Kijk, en daar zit ik eigenlijk te wachten om een soort, even kijken, zit ik, ja. Om een soort voorspeling te doen, een vergelijking. Kijk, we hadden ook over met deze twee kaarsen, die ongeveer deze waren. En hier wouden mensen niet kopen. En hier ook niet. Maar uiteindelijk moet je de hele groei in zo zien. Even kijken. En ik zie nu te wachten voor dit. Deze groene kaars, die zullen we ook zien hier. Ongeveer. Nou, hoe hoog? Hoogste is, daar kunnen we op een dagse grafiek kijken. Maar kijk eens, gaan we op een daggrafiek. Hier hebben we meer informatie. Ga ik de tekening verwijderen. Kijk, de point of control voor een dagse grafiek zit momenteel op dit moment op 60.000, bijna $61.000. Dat betekent dat de prijs kan wel dit prijs proberen tikken, maar kijk, met dit patroontje zo, dat is een vlak patroon of een voortzetting van een bearish divergentie, bearish trend eigenlijk. En ik weet niet of ze nu kan ik naar mijn, ja, met die patroontjes. Kijk, met deze patroon aan de onderkant waar ik heb een positieve directionaliteit met de ADX. En dat geeft kracht. En zit ook boven dit punt 23. Punt 23 is deze rechte lijn hier. Oké. Okay. Dus als boven de 23ste punt. En met een positieve directionaliteit voor de huidige beweging. En dat is bearish. Dat betekent dat heeft kracht om nog gaan dalen. Ja, maar dat zou die apocalypsis zijn, denk ik. Nee. Voor wie 20x of 50x... op $68.000 ging. Ja, dat is wel de apocalypsis. Ja, hij staat niet meer in de markt. Dus hij is al lang geleden geliquideerd. Maar het gaat om, ja, wat kunnen we voor Bitcoin verwachten? Omdat niemand is zo bearish op dit moment. En waarom ik wel? Kijk, we hebben op een 4 uur... kijken, geef maar de tijd. Mobiel is een beetje traag vandaag. Ik ook, het is te vroeg. Kijk, weer de tekeningen. Even eruit. Ja. Als gisteren de prijs had gestegen,
Dan hadden we, konden we eigenlijk praten over een bullish divergentie die de prijs omhoog zou brengen. Maar dat is het geval niet. Die ADX zit net boven de 23ste punt, maar met verlies van zijn kracht. Dus hier was positieve directionaliteit en hier zit met een neutrale directionaliteit en net boven de 23ste punt. Dat betekent dat de bearish directionaliteit is kracht aan verliezen. Maar het is niet zo sterk om de prijs tot deze MA kunnen brengen. Het zou wel kunnen gebeuren, maar kijk, iedere keer in een bearish trend, iedere keer dat de prijs komt de MA tikken, het is om verkopen en eruit gaan, omdat het gaat dalen. Iedere keer dat de prijs komt de MA tikken, het is om posities afsluiten, verkopen en wegrennen. In dit geval, ik verwacht dat de Bitcoin prijs zou niet tot deze MA komen, dat verwacht ik niet. Ik verwachtte deze wel, de MA van 10 periodes, dat wel. Maar ja, je schat eigenlijk niet dat tot hier zou komen. En daar zie je het momenteel op een 4 uur grafiek op $57.000 de point of control, dus deze witte lijntje, waar meer volume in zit. Dus het zal niet helemaal tot de 55 MA periode komen, dat kan je niet verwachten. En dat is een pull-up tot de point of control en dan weer naar beneden. Dat is mijn voorspelling voor een 4 uur grafiek. Waarom ben ik niet bullish in een 4 uur grafiek? Nou, gaan we naar een daagse grafiek. Nou, we hebben nog steeds in een daagse grafiek een bevestiging van een bearish trend. Gisteren de laatste kaars waar we nog de kans hadden om die bullish trend nog kunnen hebben. Het is al onder de $57.000 afgesloten. Dus dat betekent ADX positieve directionaliteit voor de bearish directionaliteit. En dat geeft aan dat de bullish bewegingen zullen ze niet sterker zijn. Dus we gaan niet naar 1 miljoen. Kijk, je moet eigenlijk, om het goed duidelijk te maken, je moet nooit 0% Bitcoin hebben. Nooit 0%. Zelfs als ik ooit in de komende dagen of volgende week komt met een deel van mijn portfolio voor de hold verkopen. Dat is voor mij om minder blootgesteld te worden op de markt. Maar het is niet om te zeggen van we gaan naar nul. Dus dan ben je die opa. Is ook, bij mij is wel thuis geweest, maar ik had al de risico vanaf 13 november verminderd eigenlijk. Dus dat hebben jullie als bewijs. Als jullie de video van 13 november zoeken, dan krijg je met als de prijs de MA, of die bearish directionaliteit, als dat bevestigd wordt, moet je gewoon rennen voor je leven. Dat zei ik letterlijk, even kijken als ik goed kan schatten. Dat zei ik letterlijk, nou, is dat het dingetje tussen. 13 november in een video. En volgens mij was hier. Kijk, 13 november, die was op zaterdag. Hier. Die hadden ze de schuld aan de daling van deze 4 dagen aan de niet goedgekeurde ETF. Maar ja, we zaten al aan dalen. En daarna gaven ze de schuld aan weet ik veel. En de grove daling van gisteren, deze rode kaars, die bijna 10% geven de schuld aan een nieuwe variant van de COVID, een Zuid-Afrikaanse variant, weet ik veel. Maar het is altijd optie 1, de SEC, optie 2, COVID, optie 3 hebben we te maken met Elon Musk bijvoorbeeld. En optie 4 is, weet ik veel, maar ze geven altijd hetzelfde redenen. Maar we wisten al, hierboven, 13 november, hierboven, wisten we al dat we eruit moesten. Heb je niet gedaan? Er zijn veel mensen die niet gedaan hebben. Ik zeg, ik zeg altijd, ik maak korte video's, maar het is veel informatie. Die kan ik eigenlijk niet in 2 minuten projecteren. Kijk, iedere keer dat de prijs, dat hebben jullie al in mijn Telegram groepje gehad. En heb ik ook jullie gewaarschuwd dat. Kijk.
Hier denkt iedereen dat we gaan naar nul of nog lager en willen ze de laatste dollar pakken. En daar kopen ze niet. En meestal komen ze hier kopen. Boven, omdat ja, als het de EMA doorgebroken wordt, nee, dat doen we totaal andersom. We kopen hier, of tenminste hadden we boven verkocht en hier beneden niet en 100% van ons portfolio gekocht en hierboven verkocht. En we hadden ook over in de Telegram groep dat iedere keer dat de prijs komt, de EMA tikken, gaan we eruit. Nou, ik weet zeker dat meerdere van jullie hier dachten van, hey, dat heeft kracht in bullish directionaliteit. Nou, en dat zou mijn favoriete patroon worden, gewoon doorbraken, steunen omhoog. Maar nee, omdat je hebt te maken met die monitor ook. Kijk, sterker nog. Kijk, monitor, dit gedeelte geeft wel een kooppatroon. Maar je moet even die wel kijken. Momentje, even kijken als kan. Nein, kijk. Nee, er zitten de lettertjes tussen. Het is een beetje lastig met mijn telefoon. Maar er was eigenlijk hier, ja. Ja, tot daarboven. Het is moeilijk om het precies te zien met mijn telefoon. Ik weet het, dat met mijn computer, het is ja, scherper eigenlijk en meer grote beeld eigenlijk. Maar hier heb je weer een bearish divergentie. Die moeten we altijd respecteren. Goh, man, kijk, is zo lastig. Kijk, het is bijna niet te zien, maar het is wel een bearish divergentie die de prijs heeft tot hier beneden gebracht. Nou, waar wil ik jullie waarschuwen? Kijk, we hebben op een daagse grafiek, gaan we weer terug. We zitten op de laatste trade, op de laatste plekje waar de prijs zou moeten blijven. Het is dit volumeplekje. En als ze die volumeplekje verliest, daarom had ik op 13 november gezegd risico's verminderen. Omdat als het deze volumeplekje verliest, de volgende volumeplekje zit hier. Dus het kan wel zijn dat de prijs deze plekje komt zoeken. Ja, en dat is in een bearish trend. Gaan we in een weekse grafiek kijken en dan zie je dat het niet zo ver is. Het zit precies boven de MA. Nou, mijn excuses, hè. Het is erg moeilijk met mijn telefoon, maar ik doe mijn best. Kijk, we zitten ook die volumeplekje hier. We zijn nu op de laatste, ja, op deze plekje waar geen volume in zit. Dus als we die punt verliezen, ik denk dat van wel, omdat moet je kijken. Die bearish divergentie is nog steeds niet helemaal afgelopen. Daarom zei ik tegen jullie gewoon risico's verminderen. Omdat we hebben als een goede voorbeeld, hebben we de Cardano en komen we weer terug naar Bitcoin. Een momentje, kijk, een beste voorbeeld is Cardano, waar iedereen super bullish was en ja, je moet je huis verkopen, je moeder verkopen om Cardano's kopen en op je ledger stoppen en een staking doen en bla bla bla. Kijk, Bitcoin zit momenteel in deze volumeplekje en dat is ongeveer op deze hoogte. Daar zitten we nu vandaag. Als Bitcoin deze volumeplekje verliest, de volgende plek waar ik kan remmen, kijk, in het geval van Cardano is hier, je kan beginnen een beetje remmen, maar de hoogst waarschijnlijk plekje is deze. Ja, de point of control geeft een andere plekje, omdat Cardano natuurlijk zat op een lagere prijs een langere tijd, zoals hier, zie je? Dus daar zit de point of control natuurlijk. Maar we zien erin te kijken met de volumeplekje van vandaag. En de volumeplekje van vandaag, die brengt de prijs iets lager dan de MA. En als jij de geschiedenis gaat kijken, het is niet zo gek dat de prijs in zo'n snelle pinbar of een kaars komt hier zoeken op een dollar 20 ongeveer. Het is niet zo gek. Maar de bearish divergentie, het is helemaal, ja, bijna helemaal voorbij. Dan komt nu een afloop van een rode golf en dan omhoog. Maar gaan we terug naar Bitcoin. Ja, en dat is mijn voorbeeld.
is moeilijk, hè? met de telefoon. Kijk, hier had ik al als voorbeeld hetzelfde als met Cardano. Daarom zeg ik, moet je altijd hier proberen vergelijken. Kijk, dat is eigenlijk, kijk, waar de prijs zit, precies op deze golf. Dus het kan wel zijn dat de mensen die hierboven zitten nog een steun of meer koop. Hoe kan ik dat proberen makkelijk te zeggen? Het is moeilijk omdat ik ben in mijn hoofd aan het vertalen eigenlijk. Hè? Kijk, als er mensen die hierboven zaten aan het kopen, nu gaan we de diep kopen. Dan kan wel de prijs en een pull-up maken. Maar het heeft geen kracht en geen zin. Omdat moet je kijken, die patronen in een weekse grafiek. Dus ADX met negatieve directionaliteit. Dus dat betekent geen interesse of geen kracht voor de houder. Die vorige beweging, die was bullish. Maar geeft aan, dat is geen kracht op deze beweging. Goh, zoveel puntjes. Nou, vandaag is moeilijk, met mijn telefoon is moeilijk. Ik ben vandaag ook een beetje, ja, het is een beetje te vroeg. Maar, kijk hè, je ziet deze volumeplekje, je ziet het ook hier. En deze volumeplekje, en die is de grootste. Dus het zou niet zo gek zijn dat de prijs komt die volume zoeken. En dat zitten we, deze volgende volumeplekje zit rond de $47,000. Dat zal de apocalypse zijn voor al die mensen die bijna 3 maanden lang zijn zo bullish en zo super trots op Bitcoin, omdat de laatste ATH en ja, die ETF. En, maar ja, weet je wat is? Als nu komen we, of hebben we te maken met een daling tot de MA, geven ze de schuld aan een pandemie of iets anders. Hier gaven ze de schuld aan Elon Musk of ook een andere ding. Maar die zijn correcties die heel normaal zijn voor een activa eigenlijk. Maar mensen willen ze dat niet herkennen. Kijk, als we omhoog gaan, dan is gewoon, ja, super trots. Champagne vloeit gewoon overal. Hier ook. Maar als we te maken hebben met 2 rode kaarsen. En hier ook met 2 rode kaarsen. Dan willen ze niet luisteren. Dat is een beetje, ja, kwetsend worden. Hè? Dus dat willen ze niet hebben. Maar dit kanaal, de bedoeling is niet zo je hoofd te haaien. Het is om gewoon pure strategie en een beetje niet dom zijn om in een FOMO of een FAT laten meeslepen. We zitten nu op dit moment. Ik verwacht een groene kaars zoals hier. Dus dat misschien volgende week of de andere week daarna een groene kaars tot iets boven van deze MA, die blauwe. Dus dat misschien wel weer tot 60, max 61.000 ons terugbrengt. En daar zou iedereen in een FOMO weer raken. En zullen ze denken dat hetzelfde scenario als eerder is. Maar hun zijn totaal fout. En zou misschien wel hetzelfde scenario als eerder. Dat verwacht ik. Dus daarom. Volgens mijn strategie. We zijn tot nu niet helemaal fout. We hadden hier op 13 november minder blootgesteld op de markt. En we zitten te wachten hoe de afloop van een bearish divergentie is aan aflopen. Het kan wel zijn, had ik ook in de vorige video's gezegd, dat een range maakt. En een range op een weekse grafiek kan van $10,000 boven van naar beneden. Dat weten we al. Of een daling naar een pull-up en daling tot dicht bij de MA. En daarna gaan we verder omhoog. En dat duurt maanden. Oké, dus dat is mijn verwachting. Ik verwacht niet dat Bitcoin bearish trend krijgt in een weekse grafiek, dat niet, maar ik verwacht een pull-up en daarna weer een grote pull-back zo dichtbij mogelijk van de MA, zoals hier, en dat zou een plekje om we weer gaan kopen. Hier komen we kopen en hier, niet hier, zoals iedereen zegt op Telegram groepjes van hey, het is een hoe dat? Een aanbieding op Bitcoin 2+1, ga maar kopen, lekker korting, hè? Black Friday. Lekker korting. En komen ze hier kopen. Ja, hier is niet totaal verkeerd. Maar hier wel. Nou, komen ze met die ETF. Ja, stop alle geld erin. Nee. Nee, Hans. Nou, we gaan even zien hoe de afloop van de prijs van Bitcoin wordt. Hier heb je een volumeplekje. Hier nog een volumeplekje. En de laatste. Dat zou niet helemaal apocalyptisch zijn. Omdat hier verkoop ik mijn broer ook zelfs. Ik, zeg ik nu al. Ik zal mijn broer verkopen om daar meer Bitcoins te kopen. De laagste van de laagste van de laagste prijs. Op een daagse grafiek, dan zie je dat het niet te gek is. Maar het is moeilijk met telefoon, hè? Nogmaals.
Kijk, het is niet de gek die volumesplekjes, die heb ik getekend op een weekse grafiek. Nou, die zijn nu hier niet. Waarom niet? Nou, geef niet. Het is. Even kijken, waarom niet? Ja, hier zit in de volume. Nou, op een totaal andere plekje. Heel ver weg. Daarom zien we niet. Nou, we zien dat niet. Het is eigenlijk te ver. Ik weet niet. Het is super lastig met mijn telefoon. Maar ja, ik hoop dat het duidelijk is. Tenminste wat de voorspelling of de projectie van de prijs van Bitcoin is. Laatste pull-up. Voor mij, zelfs als ze stijgt, weet ik veel, $6,000, $7,000. Het is wel aantrekkelijk om gaan traden en kopen. En zo hoog mogelijk proberen verkopen. En ja, alles wat je wil. Maar ik neem de risico niet. Wil je hem handelen? Doe maar gewoon. De prijs kan super makkelijk, echt super makkelijk, tot de MA of tot de point of control willen komen. Ik verwacht dat niet hoger dan die gebied komt. Dus niet tot de MA. Maar het zou gebeuren dat dit doet. Maar uiteindelijk is weer naar beneden. Maar ja, één beweging tegelijk. En momenteel vandaag, omdat morgen kan de hele projectie gewoon hebben veranderd. Omdat, ja, kijk, als de projectie van hier is vandaag niet hetzelfde als hier. Morgen misschien de projectie is anders, maar momenteel zoals het nu is, met monitor, zoals het nu is, met een bearish trend in een 4 uur. Ik kan niks anders zeggen dat ik tenminste blijf alleen maar met alles wat ik heb. Ik ga niet verkopen. Ik ga verkopen in het moment dat de pull-up plaatsvindt. En daar zal ik even beslissen als ik eruit ga. En dat is dichtbij van de point of control. Als een pull-up naar de point of control plaatsvindt, dan zullen we spreken of als met de hold fondsen ook eruit komt. Omdat scenario's voor een dagse en een weekse grafiek zijn niet de beste. Het is ook geen plek om te verzamelen voor hold. Dus dat moeten we, of tenminste ik ook, niet doen. Plekjes voor hold is na de rode kaarsen, maar ik verwacht dat we gaan niet omhoog. We hadden ook gezegd in de video's van een dagse grafiek van een ronde dak. Dat is ook goed voorgespeld. En ik zit te wachten om een bitcoin te kopen in dit gebied. Ja, apocalyptisch, weet ik veel wat je mij wil zeggen. Ik verwacht bitcoin een stukje boven de MA van 55 periode op een weekse grafiek. En daar ga ik met alles erin. Nou mensen, ik kan jullie vragen beantwoorden via Telegram. Als jullie dat willen via privé. Omdat via de vandaagcrypto.nl chat of een groepje. Het is niet mogelijk vragen stellen. Of reageren wel, maar vragen stellen niet. In ieder geval, heb je vragen, willen iets weten, heb je iets niet duidelijk, stuur maar gerust gewoon een berichtje. En ik word zeker, als ik tijd heb, even snel met de screenshots en een korte uitleg als er nodig is. Nou, ik wens jullie een fijn weekend.